Wim Schaap, trainer van ASV Dronten. Een 4-0 overwinning op Valleivogels. Weinig baf te dingen, lijkt me. Nee, kijk, als je de uitslag ziet en het aantal doelpunten, dan is het een gespeelde wedstrijd. Maar ik vond toch dat we het in het begin nog heel erg moeilijk hadden, lastig hadden met hun 5-3-2 systeem. En uiteindelijk hebben we het wel goed opgepakt. Ja, want de eerste 10 minuten waren denk ik voor de gasten. Het doelpunt was wel belangrijk voor jullie, de eerste. Ja, nou ja, dat telt altijd. Hè. Als je vanuit een voorsprong kan voetballen, kan je wat makkelijker voetballen. Maar we hadden het niet goed staan ten opzichte van het 5-3-2 systeem. Omdat onze vleugelverdedigers niet ver genoeg doordekten op hun vleugelverdedigers. Ja, dan kom je in de problemen. De rol van Jody de Boer vandaag, hij had er 3 in liggen. Was hij ook echt zo belangrijk? Man of the match wordt hij genoemd. Ja, als je 3 goals maakt, ben je belangrijk voor het elftal. En dat is hem van harte gegund. Ik denk ook dat hij het weer nodig had. Vorige week bij Lelystad zit hij wel steeds bij de goal. Maar dan maakt hij hem niet. En dan maak je 8 doelpunten. En ik ben blij dat hij ze verleden week niet gemaakt heeft, maar vandaag maakte. De blessure van Jody Scholz is denk ik een forse streep door de rekening. Ja, iedere blessure. En we hebben toch een hele smalle selectie. Doordat er ook een aantal spelers vanuit het eerste, vanuit de selectie, naar in tweede zijn gaan voetballen. In verband met dat ze niet altijd 2 keer kunnen trainen. Dus ja, dan wordt de selectie wat dunner. Maar ja, we gaan werken met de mensen die we wel hebben en die we niet hebben. Ja, daar hoeven we ook niet over te praten. Jullie zijn nog ongeslagen. Waar gaat het toe leiden? Ja, weet ik niet. Ik ben hier gekomen om te kijken of ik spelers op kan leiden, of ik ze beter kan maken. En dan zien we wel waar we aan het eind van de streep staan. Je bent nu een maand of 3 bezig. Hoe bevalt het? Ja, wisselend. Moeizaam af en toe. En dat ligt meer aan mezelf als aan de groep. De groep wil keihard trainen, de groep wil beter worden. Dus wat dat gaat, is dat er zeker wel. En de klik is er ook. Maar voor mezelf is het nog wel eens lastig om toch dat ik spelers meer eis als dat ze kunnen brengen. Is dat het niveau dat wat tegenvalt of zijn jouw eisen het hoog? Ja, ik denk dat mijn eisen het hoog zijn voor een tweede klasse. Ik denk dat dat heel realistisch is. En dan moet ik ook stapjes terug nemen af en toe. En dat is nog wel eens lastig voor Wim Schaap. En dan moet Wim Schaap zorgen dat ASV Dronten snel weer de eerste klasse wordt. Ja, maar ja, daar ben ik niet alleen voor. Dus de spelers moeten de invulling geven. Want weet je wel, een trainer is een passant. En die is ook af en toe kan die dingen doen waarbij een elftal wat beter floreert. Maar de andere kant is het ook op het moment dat ze in het veld staan, moeten hun het doen uiteindelijk. Na een 8-0 overwinning vorige week en een 4-0 nu, is het humeur toch wel goed? Ja, nou ja, het humeur is altijd goed als we winnen. En ik heb slecht tegen mijn verlies en dat blijft. Hoe oud ik ook word, ik blijf er slecht tegen kunnen. Maar dit is lekker. En we gaan weer gewoon verder naar de volgende week. Dinsdag beginnen we weer vanaf 0.